We zijn bezig aan het afronden. En zo gauw we klaar zijn, komen we naar buiten met het resultaat dat we binnen korte tijd gerealiseerd gaan krijgen vanuit het kabinet van de president, met name vanuit de ministers. Dames. Ik voel het ook. Maar we gaan en we moeten realistisch blijven. We hebben dingen hard op tafel gelegd voor hun. Zodat ze het duidelijk zien. Er zijn punten naar voren gekomen waar er direct... Moment. Er zijn bijvoorbeeld 10 punten naar voren gekomen. En er kan direct en kan dan op 5 punten... gaan ze direct kunnen inspringen. De rest zijn structurele dingen die een tijd nodig hebben. Dat hoort u straks. We zijn alleen naar buiten gekomen omdat we hebben gehoord dat het uit de hand loopt. Ik zie niets uit de hand loopt. Ik zie niets uit de hand loopt. President is er niet. We praten met minister Brontë Somaharjo, minister Hassan Khan en minister Rambin. Er is ook een vertegenwoordiger van het onderwijs daar, mevrouw Benanan. En het onderhandelingsorgaan van de president is er ook. Met antwoord meneer Hassan Khan. Dus we hebben punten naar voren gebracht. En op bepaalde punten gaat er direct ingespeeld kunnen worden. Maar we moeten ook realistisch zijn en erbij stilstaan dat sommige dingen structureel stapvoets aangepakt gaan moeten worden. Maar sowieso, we vechten niet voor onszelf. De noden in het binnenland zijn hoger dan wat wij hier in Paramaribo voelen. Ik sprak er zelf van. Leerkrachten moeten forage kopen voor 3 maanden. Ze hebben daar een huishoudens en in de stad een huishoudens. Hoe kwam je uit met 7000? Dus wij gaan nu even... We gaan... Leerkrachten in het binnenland kunnen geen gebruik maken van hun SZF-kaart. Medische zending is daar en de medische zending wil... dat ze zich apart moeten inschrijven. Dus ik moet me daar inschrijven. Dat voor elkaar zijn naar de stad komen. Dan moet ik me weer inschrijven bij SZF. Wat voor rotzooi is dat? We gaan nu weer even naar binnen om af te randen. En dan komen we terug naar buiten. Ja? We blijven kalm. En we zijn hier bezig om op te komen voor onze rechten. Heeft u nog zoveel geduld om te wachten? Maar geduld raakt bijna op. Ja, daarom staan we hier. Maar daarom staan we hier, dat onze punten gerealiseerd worden. En het moet in korte termijn. We gaan niet wachten in korte, want korte termijn is een groot begrip. Het kan 3-4 maanden duren. Maar we willen het nu. Net als we ze net hebben weggehaald. De president is het grootste orgaan die alleen maar een klik moet geven en het wordt gedaan. Hij is het. Hij moet het gewoon doen. We zijn moe. We kunnen zo niet doorgaan. Als leerkrachten zijn we van alles. We zijn verzorgers. We zijn verpleegers. We zijn alles. Toch? We moeten zelf. Ik zorg zelf voor brood van mijn klas. Het kan niet, hè? Wij was gewoon even een kind overgegeven. Wij maken de klas gewoon meer. Onze school is onder water. Wij leerkrachten waren daar water aan het trekken. Wij leerkrachten. Want we kregen te horen. Schoolmaster 7, 1 tot 3. Wij leerkrachten waren daar om water weg te trekken, zodat we onze kinderen konden laten zitten. Huh? Dat
laat je de behandel je de mensen zo? Dan ga je jokken. Het is om uit de hand. Waar? Wanneer? Kan niet. We zijn belachelijk. We zijn gewend te liegen. Weet je wat het betekent dat je zo weinig verdient en je moet in je zak gaan om brood voor kinderen te kopen en beleg? Ah, kinderen komen ziek. We zijn van alles. Het is genoeg. Laat de president ook nadenken. Laat hij ons begrijpen. Wij willen ze begrijpen. We willen lesgeven, want de kinderen raken achter. En leerkrachten raken gefrustreerd met het nieuwe systeem. Laten ze ons helpen. We hebben ook begeleiding nodig. Er zijn heel veel punten waarom ze moeten werken. We kunnen zo niet door. Laten ze niet stoppen dat we aan het regeren zijn. Het is een vreedzame protest van de leerkrachten. Als jullie dit niet doen, maken jullie ons vast binnen. Dat gebeurt op dit moment. Als jullie dit doen, we passen jullie naar IC. Gaan jullie even aan de kant. Straks zien we wel wat we kunnen doen. Morgen zien we wel. Luisteren jullie. Als jullie dit niet doen, we passen jullie naar IC. Zit je nu daar met de president? Er is geen president, man. Maar wat is dat? Dat was niet de afspraak. 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 Leuk dat ze alleen met ministers spraken. Dat was niet de afspraak. De president heeft aangegeven, morgen 9 uur ontvang ik jullie samen met de minister. Dat is afgesproken. En nu is het de zoveelste keer dat deze president gewoon liegt voor zijn volk. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik zat daar op voor de stoep. Hij zei nog uitdrukkelijk, 9 uur met alle ministers. Precies zo deed hij. 9 en kijk hier, we zijn er nog. En hij staat hier. Hij straks komen uit de kant. We hebben niets van de hoogte. Dat praat hij ons straks voor. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Kan niet. Weet je hoeveel we gaan leren? Wat gaan jullie nou doen? Ik wacht op die anderen. Ze zeggen ze mogen niet naar binnen gaan. Dan komt er een pandit daar. Dat is een koeligaard. Dat is van India die ziek moppen. Maar die andere mensen zijn boos omdat ze niet met ik ben ook boos. Ik ben ook boos. Ik heb honger.
sedert 16 juli 2020 heb ik niks gegeten. Bouta, je gaf me eten, boy. Luister, eigenlijk willen jullie dat de president en hem daar moet zijn bij de handeling. Als hij niet daar is, moeten we eruit. Moeten ze een mobiele eenheid erbij halen en dat willen ze niet. We gaan aan de kant. Meneer, jullie moeten eruit. Jullie moeten eruit, onderhandelen met ministers. Niet met ministers. De orde dienst mag niet bepalen voor ons. Dat is onze. Want heeft ons gisteren beloofd dat hij ons te woord gaat staan. Hij is er niet. Maar hebben jullie dat gehoord? Hij was daar ook, toch? Hebben jullie dat binnen, ja. We hebben het aangegeven, ja. Niks. Weer een belofte dat hij weer niet nakomt. Je kan ons niet beloven dat je daar gaat zitten. Je komt niet. Laat hij komen. En dat is niet onze taak om die leerkrachten van de straat te halen. De orde dienst is hier. Laten hun die leerkrachten van de straat halen. En ik moet ook aangeven, Amsterdam, komen wij in de stad simultaan nu met ons. Corona heeft tot lam gelegd. Mongo heeft tot lam gelegd. We zijn nu echt kwaad hoor. We zijn nu echt kwaad. Ik kan niet de smaak tap nemen en rommel zodat we waar niet zo bezig zijn. President, minister Swaki. Nee. Waarom was de minister niet eerder geweest om te praten? Nu de president van praten, dan gaat zij zeggen de minister. Nee. Met de president hadden we een afspraak om 9 uur en we waren hier op tijd. En nog steeds is de president niet hier. Wie zijn we? We zijn arme leerkrachten die willen werken. Maar onder deze situatie kunnen we niet werken. We zijn het zat. Opinaren. Kijk hier. Opinaren. We worden niet gewaardeerd. Dat is deze president. Zonder pond staan we simultaan met districten. Zonder een pond staan we simultaan met districten. Zonder een pond. Niet eens een pond kan dat bewerkstelligen. Dat geeft ook al aan dat we geen geloof meer hebben in die bonden. Ze mogen zich allemaal ontbinden. Laten die mensen internationaal zien hoe ze met leerkrachten omgaan. Enkel leerkracht kan rijpen. Wordt zo onderbetaald.